Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. De 14-jarige Robbie uit Castricum is een stoere jongen. Hij schiet dus graag met zijn lasergun op meisjes. En hij fietst niet met verlichting op zijn fiets. Want verlichting op je fiets is niet cool, vindt hij. En als hij dan toch in het donker moet fietsen, dan heeft hij toch zijn lasergun. Nou, en met die 540 megabytes kunnen we ook wel even vooruit. Ja, dat lijkt veel, maar je zult zien dat... Doe jij de boodschappen? Dan gaat mijn vrije middag. Stel je niet aan. Joh. Hoe laat ben je uitgewerkt? 8:15. Oh ja, vergeet de bonbons niet. Heb ik niet opgeschreven. Nee, niet doen. Vanavond, als ik thuis kom. Oh, pa komt vanavond langs. Ik hoor het al. Ik laat me wel door die aantrekkelijke buschauffeur thuis brengen. Hey, vergeet je dienst niet te ruilen. Voor aanstaande vrijdag. Zelf een sukkel. En trouwens, jouw zien ze niet zo goed in het donker. Je kan je gezicht toch ook zwart maken? Zeg, hoe oud is je zus eigenlijk? 16. Moet je niet naar huis? Het is al laat. Nee. Mijn moeder is toch nooit thuis. Heeft ze al een vriend? Ja, elke dag een andere. Goed, hè? Ja. Hé, hey, joh. Ik zou wel eens wat meer van haar willen zien. Blijf dan een keer logeren. Ha, kan dat? Hoe was het? Leuk, maar wel zwaar. Kom, laten we naar binnen gaan. Oh. Pa is nog niet weg. Nog steeds niet. Je had hem toch wel een of andere hint kunnen geven. Ja, hij helpt me met het installeren van een nieuw programma. Hey, je moet een beetje geduld hebben met die man. Hij is een beetje eenzaam. Hey!
donker. Je had al lang in bed moeten liggen. Ja, en Saskia dan? Dat is toch heel wat anders? Die had een klasseavond. Je bent de laatste tijd nooit meer thuis. Of naar je werk, of naar het schoolbestuur. Nou, hou op! Hou op, jullie! Sinds je die nieuwe vriend hebt, ben je helemaal nooit meer thuis. Die nieuwe vriend van mij, die heet Frans. En die komt vrijdagavond. Om zich aan jullie voor te stellen. Samen met zijn zoon en met zijn schoondochter. En ik wil dat het gezellig wordt, ja? Ik ga lekker koken. Dus geen afspraken met vriendjes of zo. Je bent op tijd thuis. Nou, ik heb wel wat beters te doen. Om die sukker te zien. Tomwijf. Dat wil ik niet horen. Robbie! Alsjeblieft. Dank je wel. Gaat het een beetje? Ziet er goed uit. Nog even testen, kijken of alles goed zit. Nou, dat kan een andere keer ook wel. Ik begin toch niet eerder dan volgende week. Ah joh, zo gepiept. Pa, doe maar niet. Je moet morgen weer vroeg op. Je moet zelf eten. Ik zet hem wel uit. En? Hoe bevalt je nieuwe stageplaats? Nou, wel even wennen hoor. Die kinderen zien vechten tegen een handicap. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Kom, pa. Marlies is moe. Oh, ja. Ik heb de hint begrepen. Ik zal het gelukkige paar niet langer lastig vallen. Dag. Ja. Nou, tot vrijdag dan, hè? Ja, tot dan. Ja! Ah! Vrijdag, wat is er vrijdag? Het etentje in Castricum. De nieuwe vriendin van mijn vader. Je hebt je dienst toch wel gedaald? Ik riep het vanmiddag nog tegen je. Mijn god, helemaal vergeten. Ja, dat lukt morgen nog wel. Wat is er? Ach, mevrouw. Mijn moeder, die moet morgen werken. En nou wou ik vragen of ik dan misschien hier zou mogen logeren? Als jouw moeder het goed vindt, dan vind ik het ook goed. Bedankt. Yes! Het sleutelgat is veel te klein. Ik zie niks. Goed idee. Oké, haal jij een boordje? Dan meet ik alvast wat we moeten doen. Ook. Hier, gemmer. Laat mij het doen. Het is toch mijn huis? Laat mij het gewoon doen. Ja, maar ik ben ouder. Nou, en? Laat mij het doen. Ik snap het niet. Het is al zo lang geleden afgesproken. Ja, sorry hoor, ik was het gewoon vergeten. Op vrijdagavond heeft iedereen van alles te doen en niemand wilde ruilen. Het is zo belangrijk voor die man. Na jaren heeft hij eindelijk een nieuwe vriendin en dan wil hij ons graag aan haar en haar kinderen voorstellen. Dan kan je toch niet wegblijven? Waar zijn die bonbons eigenlijk? Die ben ik vergeten. Je meldt je maar ziek. Geen denken aan. Ik kan mijn collega's toch niet zomaar in de steek laten? Zij beoordelen mijn stage. Nou, dan kom je maar later. Je kan de auto nemen. Dat doe ik niet. Je weet best dat ik 's nachts niet wil rijden. Jij regelt een vriendin voor je vader en dan kunnen wij ook nog komen opdraven. Je hoeft het handje van je vader toch niet overal vast te houden? Die man moet dus leren voor zichzelf te zorgen. Dadelijk kunnen we er nog bij zijn als hij naar de wc gaat. Wat,
Nou, als jij er zo over denkt, dan